Hoi, ik ben Jordi en we zijn hier vandaag in Roosendaal bij het Theater De Kring. Hier werkt Stan, die bij Breda University of Applied Sciences de Bachelor of Science Leisure Studies heeft gevolgd. En ik ga kijken wat zijn werk precies inhoudt. Hoi. Hoi. Jordi. Stan. Hey, superleuk dat we hier langs mogen komen. Tuurlijk, ja. Hey, we zijn hier in De Kring, maar ik begrijp dat jij bij meerdere culturele organisaties werkt. Klopt inderdaad. Ja, dit is het theater en het behoort tot het cultuurcluster. En dat is eigenlijk niks meer dan een titel van een aantal organisaties. We hebben nog het museum hebben we aan de andere kant. We hebben Cultuurcompaan, die zich bezighoudt met cultuureducatie, cultuurparticipatie. Nog een BV is het theaterrestaurant, Over de Tong. En de kerk, Stichting Sint-Jan. Zo, dat is een hele wat. Ja, een hele hoop, zeker. En wat doe je hier dan precies? Mijn titel is directiesecretaris en fondswerver. En als directiesecretaris ondersteun ik de directie. En dat gaat van kerstpakketten regelen tot grote thema's over hoe je goed samen kan werken in de culturele sector. En als fondsenwerver hou ik me bezig met alle fondsen die er in Nederland zijn. En dat hou ik in de gaten. En als er een mooie kans ligt of iets past goed bij een project, ga ik kijken hoe we die aan kunnen vragen. Oké, vet. Ja. Kun je hem eens wat laten zien hier zo? Zeker, ja. Neem je even mee. Dit is de kleine zaal. In totaal hebben we hier 220 stoelen. Zo. En we hebben ook nog een grote zaal. En hier zit hiernaast. Dan hebben we 880 stoelen, dus een stuk meer. Alleen nu is er een theatergezelschap aan het voorbereiden voor vanavond. Dus nu laat ik dit graag zien. En waarom heb je dan voor de leisure sector gekozen? Ja, ik heb het altijd heel leuk gevonden om mensen leuke ervaringen te geven. En daarmee bezig te zijn. Dus dan is de leisure sector natuurlijk een hele fijne, goede sector om in te zitten. Ja. En ik dacht ook dat het mijn kracht zou zijn om misschien die theoretische diepte op die manier in te duiken. En daarom deze opleiding te kiezen. En vanuit die kant weer nieuwe inzichten te kunnen geven in die sector. Dus ik vond het juist leuk om uniek te zijn. Wat ik nu hierdoor ben. Ja, dus dit is wel echt op het lijf geschreven. Klopt. Welke dingen die je tijdens je opleiding hebt geleerd, gebruik je nu bij je baan nog steeds? Ja, best een hoop. Want de studie is natuurlijk erg breed. En wat ik weer geleerd heb is hoe ik problemen vanuit verschillende kanten aan kan vliegen. En hoe je daar dan creatief mee kan zijn. En we zijn natuurlijk met heel veel verschillende culturele organisaties bij elkaar hier. Dus dat is heel interessant om dan te kijken bij als fondswerver, als je een aanvraag hebt, hoe je dat dan aanpakt en welke kanten je erbij betrekt. Dan moet je een beetje van marketing weten. Van financiën, van promotie, van allemaal kanten komen daar samen. En net zo goed bij directiesecretaris. Dus op die manier de manier van denken. En daarnaast ook een stukje deadline gericht werken. En hoe je samenwerkt met collega's. Om samen iets moois neer te kunnen zetten. Dus best een hoop komt samen. Oké. We staan nu in de kerk. Die is nog wel heel leeg. Klopt inderdaad. Ja, we staan in de Sint-Jan-kerk en deze gaan we nog helemaal invullen. We gaan nog helemaal verbouwen en we gaan zorgen dat hier nog veel levendiger wordt dan het nu is. Ja. Nou, lijkt me best wel een uitdaging. Ja. En binnen die cultuurbranche, hè, daar heb je waarschijnlijk nog veel meer uitdagingen. Kun je daar wat over vertellen? Ja, er zijn best wat uitdagingen. Bijvoorbeeld toegankelijkheid. Je wil zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. En die drempel dus een beetje verlagen. Maar dat is natuurlijk lastig, want iedereen ervaart cultuur op een andere manier. Dus je moet zorgen dat je ze kan bereiken op verschillende manieren. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met dat mensen heel erg anders zijn, de hele wereld heel erg anders is. Oké, en zie je daar ook kansen in? Ja. De kansen zitten erin dat je in moet spelen op die verschillende manieren hoe mensen cultuur ervaren. En echt moet kijken hoe je met de mensen cultuur kan maken. Dus niet alleen dingen voor de mensen programmeren, maar ook die co-creatie opzoeken. Zodat het ook van hen wordt. Oké, en dat leer je ook bij de opleiding? Ja, dat is ook zeker in de opleiding verwerkt. Ja. Oké. Okay. Dit is de corridor. En dit is de gang die het museum met het theater verbindt. Okay. En op deze manier zitten we dus allemaal eigenlijk onder hetzelfde dak. Nou, vet dat het allemaal zo met elkaar verbonden is. Ja, inderdaad. Hey, en ik heb gehoord dat je met de Bachelor of Science heel makkelijk door kan stromen naar een masteropleiding. Kun je me daar wat meer over vertellen? Ja, dat klopt. Ik heb dat zelf niet gedaan. En dat is meer de uitzondering dan de regel. Als ik kijk naar mijn klasgenoten, die hebben allemaal nog een master gedaan die wat specifieker is dan de studie. En daardoor hun interesse wat meer uitgevogeld.
Oké, en jij bent gewoon meteen aan het werk gegaan? Nou, toen deze kans voorbij kwam, heb ik hem meteen aangegrepen. Nou, en nog steeds blij mee? Ja, ik zit helemaal op mijn plek. Echt, ja. Nou, mooi om te horen. Nou Stan, super bedankt dat we vandaag een dagje met je mee mochten lopen. Uiteraard. Heb ik nog één laatste vraag. Waar zien we jou over 5 jaar? Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Zover kijk ik normaal gesproken niet vooruit. Maar in ieder geval nog wel in de culturele sector. Zeker. Nou, dan zit je in ieder geval op de goede plek. Klopt, ja. Hey, super bedankt. En wellicht tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei doei. Doei, doei.